Kai, dat ziet er al heel erg goed uit. Zoals je ziet, hè, dit is zijn spantenplan van de redder. Nou, die vormen zitten er al echt in, hè, waar de tube in komt te liggen. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd hoe jij verder gaat met jouw tube. Ja, ik heb dit spul. Dat denk ik dat ik ga gebruiken. En dat past hier precies in. Oh ja. En ik denk dat dat wel mooi wordt. Ja. Nou, ik heb ook van andere mensen die er wel eens mee bezig zijn gehoord, dat die er ook een binnenband voor gebruiken. Maar ik zie dat, dit ziet er ook wel heel erg goed uit om dat te gebruiken. En hoe ga je dan verder met het stuurhuis? Want ik zie hier al onderdelen liggen. Ja, ik heb dit al voorgemaakt. Ja. Het komt hier zo op. Dan krijgt het al een beetje de vorm van de, oh, ja, van de boot. Oh, ja. En dan komt daar dat dakje nog op. Dat dekje, zeg maar. Oh, dit er zo. Ja, die komt daarop. En het stuurhuis, dat maak je dan, ga je dan daarna ook weer van hout maken? Ja. Oh, dat ziet er wel heel erg goed uit, zeg. En dit zijn dan de plekken waar jouw motortje in komt voor hem te laten varen, begrijp ik? Ja, dat klopt. Hier komt de motor in. Oh ja. En hier komen alle andere sensortjes en servo's. Oh, ja, wat er voor nodig is. Oh, dat is wel heel mooi, zeg. Die jetportstuwing. Nou, dat betekent dat eronder zitten hele grote gaten. Daar wordt het water in opgezogen. En dan wordt het door een klein gat wordt het in kracht eruit geblazen. En dat zorgt ervoor dat wij vooruit varen. Nou, Kai, je ziet dat de vergelijkingen zien er echt goed in. Hè? Ik zie hier dat hekwerk inderdaad al lopen. Het is jammer dat we de tube hier nog niet hebben. Maar hierachter ook. Nou, daar hebben we het net over gehad, hè? Die jets hier zo die hier komen. Nou, dan komt bij jou een elektrisch motortje. Nou, dat ziet er gewoon heel erg goed uit. Nou, en die lijnen van het schip, dat is een heel mooi boot geworden. Heb je er eigenlijk al mee gevaren? Of, ja, in de badkuip. In de badkuip. Oeh, geweldig. En wanneer ga je hem verven? Nee, als laatste. Maar het ziet er wel geweldig uit. Ik heb bouwtekeningen gevraagd en die heb ik ook gekregen. Van de reddingsmaatschappij? Ja, en toen ben ik begonnen met deze bouw. En toen ik met de romp klaar was, dus het onderste gedeelte, toen werd ik gevraagd voor de kielegging van deze boot. En toen wist ik ook gelijk hoe deze boot ging eten natuurlijk. En dat is hetzelfde als die. En ik heb deze boot van hout gemaakt. En heel veel met afwerking heb ik lang over gedaan. Zoals al die kleine dingetjes en zo. En de mannetjes. Die zijn genaaid door mijn oma. Ik probeerde wel zoveel mogelijk na te maken, zoals de schipper en zo. Dus de voorste heeft zwart haar, want dat is de schipper. Ik ga op deze boot varen, hè? Maar dan in het groot. Ja, dat lijkt me wel, ja. Eerst een haar, dus een ja. Oh,
Het is een heerlijk jongen met dit dier. Ja, je krijgt toch weer een repetitie. Zo, dankjewel. Zou jij dat doen? Oké, gaat ie. Yes. Ja! Ik doop u de redder en ik wens u en de bemanning een behouden vaart. Kijk, hier staan we dus. Heel mooi. Yes! Mooi! Als je hier aan de zee komt te wonen, dan zal het best wel een goede reddingsman worden. Ik zou graag een bemanningslid aan boord willen hebben, hoor. Prachtig! En goed dat het hier gaat. Goed, ja hoor. Ja, maar dat dit niet de eerste toevoud was? Nee. De vijver heeft hem ook al gehad.